Ik heb weer een mini piep haul voor jullie en dit keer heeft het eigenlijk een beetje een thema, namelijk het zijn allemaal kinderboeken. Als eerste dit prentenboek, Max en de Maxi Monsters. Dit schijnt, volgens mij, ik heb hier zoveel van gehoord en maar ik vind de tekening ook wel leuk. Dus dit is eentje die je er met 10 minuten uit hebt. Maar ik was hier wel benieuwd naar. En ik zeg, het is een kinderzwerfboek. Dus dat is een keer lezen en weer eentje voor mee te brengen naar de mini-wiep. Dan heb ik een boek wat schijnbaar ook verfilmd is. Superjuffie van Janneke Schotveld. Ook weer met tekeningen. En dit gaat over een juf. Als ze een hap neemt van een krijtje, dan krijgt ze superkrachten. Dus dit lijkt me wel grappig. Dan, ja, dit is het eerste hoofdstuk. Dus kijk, een keer doorbladeren. Dat voelt wel grappig met de tekeningen. Dan, heb ik. Ik ben dol op Suske en Wiske. Maar ik wist niet dat er ook junior Suske en Wiskes waren. Vanaf 7 jaar. Dus ik heb zoiets van, ik lees ze door en dan geef ik ze door aan een collega. Wiens zoon nog iets jonger is. Maar die langzaamaan begint, die het leuk vindt om voorgelezen te worden. En dit is misschien wel leuk om mee te beginnen. En nog meer twee junior Suske en Wiskes. Want dit zijn voor kinderen die leren te lezen. Maar volgens mij zit hij qua leesniveau hier al boven. Ja, ik heb geen idee hoe dat werkt met die leesniveaus. Het staat hier wel achterop, maar het zijn grappige boekjes die je even snel uitleest. Tenminste, waar is volwassenen. En dan een junior winterboek. Twee stuks. Ik hou van strips, dus het gaat mij echt om de strips. En misschien dat sommige dingen ook leuk zijn om een kopietje te maken, om na te tekenen. Maar in ieder geval, ik vond mijn stripverhalen wel leuk om te lezen. En dat was het voor nu.